Zo jongens, en welkom allemaal bij deze gloednieuwe aflevering van Construction, Bridge Construction Simulator. We gaan vandaag weer lekker verder met Bridge Construction Portal. En ik zou zeggen, we gaan vandaag weer lekker 47, level 47 starten jongens. Nog 13 leveltjes en dan zijn we level 60 en dan hebben we nog de uitbreiding DLC dat er sinds kort bijgekomen is. Dus ik zou zeggen, geniet van de aflevering en heel veel kijkplezier en let's go! Wegens gezondheids- en hygiënesprotocol wordt afgeraden om voor overtollige, multifunctionele superkabels los te rollen. Dus, wat hebben wij moeten doen? Wij moeten van hier door de portal, hier kunnen we namelijk door een portal gaan, moeten hierop landen, moeten daarop landen en moeten we uiteindelijk hier terechtkomen. Lijkt me easy, lijkt me simpel, is niet simpel. Alhoewel, ja, alleen. Het valt mee hoe simpel het is. Ik wil dat ik hier gewoon echt heel goed moet schatten. Wat dan mijn dieptepunten zijn, zeg maar. Sowieso ga ik deze even vastpakken met mijn kabel. Nog. En dan deze echt heel goed beveiligen, zeg maar. Zo. Ik denk dat het niet zo heel snel kan zakken nu. Dat nu echt vooral de bedoeling is dat ik hier heel goed mik. En dan hier even kijken. Ik heb heel misschien een klein beetje mijn video's naast me staan. Even een heel klein beetje spieken. Zo, en dan moet ik van hier zo doen, voor deze moet daar nog gedaan worden. Zo gedaan worden. Moet daar gedaan worden. Moet hier schuin gaan, hier naar boven zien te gaan. Oh, kom op! Kom op, game! Ik moet hem hier nog heel goed beveiligen, zeg maar, dat hij hier zeker niet afvalt. Zo. Kijk, nu valt dat. Oké. Eens de eerste test eens een keer maken nu. Ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. Kom niet hoog genoeg uit. Het is echt hier eigenlijk deze echt vreemd maken nu. Meer zo moet, iets meer naar daar moet. Uiteindelijk is het wel, ja. Weet je wat, dit is de reden dat eigenlijk niet.
Dus omdat hier moet hij nog maximum speed kunnen pakken. Als hij hier ook als een speed kan pakken, zeg maar. Kan hij al veel hoger raken. Nee. Hij moet hier zijn speed kunnen pakken. Dat is gewoon het hele punt. Hier moet hij zijn speed en hier moet hij zijn speed kunnen pakken. Zo. Zo. Oké. Dan weet ik hier al genoeg dan. Dan moet ik hier nog een heel klein beetje stukken verder doen. Zo, juist draaien, speed pakken. Naar omhoog, ja. Pakken. Ideaal. Ideaal. We zijn 6 minuten bezig. We zijn dat er 13. Ik hoop dat die brug het houdt voor 30 personen. Dat moet het zijn, hè. Die brug moet het houden voor 13 personen. Namelijk deze hier. En sommige draaien niet, sommige draaien wel. Deze draaien nu wel allemaal. Draaien nu allemaal door. Ja, het gaat redelijk. 15 personen. Helemaal uitstekend, jongens. Damn. Dat is in één keer. Nu is het een ander verhaal. Paars komt daaruit. Blauw komt daaruit. Blauw hebben we nodig voor deze, oké. Okay. Sorry. Oké, dus wat ze hier eigenlijk doen is deze zo naar beneden. Twee dingen maken, dan hier met touw. Ik wil goed verbinden namelijk. Doe ik zo. Van hier gaat hij volledig naar beneden. Maar hier gaat hij een heel klein beetje naar omhoog. Ja, zo. Pak hem hier elke keer een. Dit,
Zo. Doen we zo, dus gaan we hier rechts naar beneden zo. Oké. Dan maak ik het hier. Ik ben even aan het spieken zijn, jongens. Sorry. Maar het is even niet anders. Ja, dan is het hier eigenlijk gewoon de brug zo maken dat je eigenlijk zo erin kan, zeg maar, komen. Dingen aan gebeuren. Dat er niemand gaat nu. Ankeringen nog gedaan worden. Dan moet ik van hier nog. Ik snap niet wat hij eigenlijk denkt van is. Maar hij maakt hier, hij gaat hier naar beneden. Dan doet hij even recht. Nee, hij doet eigenlijk gewoon direct weer naar omhoog. Dan doet hij heel klein stukje naar omhoog. Dan gaat hij weer een klein stukje recht. Gaat hij naar beneden. Gaat hij naar beneden. Naar beneden. En gaat hij naar beneden. Ik weet niet wat de bedoeling daarvan is, maar... Ik denk dat hij dan
denk dat die zo wel goed is. Ga ik hier rijden. Ga ik hier testen. Snap het al. Deze moe. Zo gedaan worden dat die. Deze moet eigenlijk een fucked timing krijgen, dat hij daarin geraakt. Ja. En dan? Dan moet nog altijd, dan heb ik nog altijd iets niet. Nee, maar dan ontploft hij direct nu. Nu ontploft hij direct. Het moet iets zijn dat die. Dat het langer moet duren tegen dat die laser aanhaakt. Maken dat die laser. Wat uiteindelijk moet gebeuren dus, is dat die laser, kijk maar nu gaat die direct daar naartoe, hè. Maar wat uiteindelijk moet gebeuren, hier komen we in, zo gezegd. Hier vliegen we uit, en op dat moment dat wij hier eigenlijk uitvliegen, moet deze bal naar daar gaan. Dat moet nu eigenlijk gewoon zo timen dat dat gebeurt.
Maar dat timing gaat... Nu pakt hij hem ook direct nu. Nu gaat hij hem dubbel pakken nu. Denk ik. Nu pakt hij hem ook weer rek. Dus dat is zo. Is zo. En is dan mooi. En dit is eigenlijk hetzelfde. Zo. Zo. En dan mooi. Dat is toch wel nog goed. En moet het team zelf niet eens aanraken. In principe. Perfect. Nou, dat zijn de 9 in totaal. 10 in totaal, zo zegt. Kijken of het werkt. Nee. Nee. Het is te veel, het is te veel. Goed dan. Wat is het probleem? Dat valt een vuur neer. Wat is het probleem? Blokske valt in de deur. Nu niet. Nu gaat het wel goed zijn nu. Nu gaat het wel goed zijn. Jepla! Nice! 10 op 10. Damn. Goed jongens, we gaan volgende aflevering verder met level 49. Jongens, ik zou zeggen, hoop ik heb genoten van deze gloednieuwe aflevering. Hopelijk zie ik me graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Vergeet zeker te liken, te abonneren, druk als kan niet raad, super nice zijn. En dan zie ik me graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye. Bye.